Zingen bij de afwas. Ja. Dat is alleen maar leuk als je het met z'n tweeën doet. Maar ik begrijp je wel, Tjark. 77 jaar, dan wil je het wel eens wat rustiger aandoen, toch? En ja, hoewel wij er voorstander van zijn dat mensen al met 65 met pensioen kunnen, hebben we ook altijd gezegd dat mensen die langer door willen werken, dat vooral moeten doen. En jij hebt dat gedaan. Ja, je was postbode. En niemand had gedacht dat je ooit op de bühne zou staan. En dan meteen de eerste keer deed je dat fantastisch. Jullie kwamen op, je trok aan de microfoon en het snoer lag eruit. En iedereen dacht dat het bij de komische act hoorde. Kijk, dat vind ik nou briljant. En het dan ook zo oplossen, helemaal top. Maar nu stop je ermee. Ja, maar ik moet alleen verder. En ik vind echt, zingen bij de afwas, dat hoor je met z'n tweeën te doen. Maar we blijven je zien, want jij komt gewoon terug in de show op een scherm. Dus mensen die het leuk vinden, en dat zijn er heel veel, kunnen nog lang van je genieten. Ik dank je voor alles wat je gedaan hebt en ik wens jullie met de voorstelling heel veel succes. Groeten uit Den Haag.